Dat je iets voor de maatschappij kunt betekenen. Dat het zinvol is wat je doet, eigenlijk, vrijwilligerswerk. En het maakt dan op zich niet zoveel uit wat je aan vrijwilligerswerk doet, als je het maar doet. Het doel eigenlijk hier in Kamp Vught is ook de geschiedenis natuurlijk van de oorlog. Wat is er gebeurd? Respect voor je medemens. Dat soort dingen, dat komt natuurlijk altijd terug. Ik hoop eigenlijk dat met name kinderen ook kunnen zien wat oorlog dus doet met mensen. En ik vind het wel belangrijk dat ze daar een beeld bij krijgen. Hebben jullie enig idee hoe gevangenen hier zijn in deze ruimte verblijft? Dit is niet iets wat ze op tv zien of een videospelletje. Dit is echt. En je merkt gewoon dat het indruk maakt wat ze zien. Het is echt. Het is geen spelletje. Het is echt. Nou, de kern vind ik persoonlijk eigenlijk wel respect naar elkaar toe. Van naar je medemens, hoe je met elkaar omgaat. Nou, het belang van de barak is natuurlijk ook gewoon dat de enige barak is die nog zo staat, die nog over is. Het V-fonds heeft nu heel veel voor ons betekend, omdat we natuurlijk een grote donatie hebben gekregen voor de restauratie van barak 1B. En daar zijn we heel erg blij mee.